Ja, dat lees ik dan de laatste tijd in de reacties die ik dan krijg. En dan staat er, Harry, je bent een beetje een oude, zure zeikert aan het worden. En, enzovoort. En nou zeg, ik een zure zeikert. Nou, ik ben heel veel hoor. Ik ben van alles en nog wat. Maar dat is nou juist wat ik niet ben. En trouwens, ook al vinden jullie dat, het interesseert me geen ene moer. Helemaal niks. Want ik ga niet vertellen dat het Nederlands elftal een geweldige wedstrijd heeft gespeeld tegen Oostenrijk. Hou nou toch op, zeg. Hou nou op, dan zie ik toch weer allerlei mensen door. Helemaal. Hou op met je oranje gedoe. Wat is er nou aan de hand met Nederland? Je mag best enthousiast zijn over Oranje, want dat ben ik ook. Ik ben natuurlijk ook een supporter. En ik wil ook graag dat het Nederlands elftal goed speelt. Maar dat was niet het geval nu. Helemaal niet. Het was al tegen Oekraïne. Was het al zo. En nu was het echt slecht, beste vrienden. Een hele slechte wedstrijd tegen een tegenstander, dat Oostenrijk. En jongens, die kunnen leuk jodelen en allemaal tot je dienst. Maar die kunnen toch niet voetbal. Al spelen die nog 3 jaar, maken ze nog geen goal. Nee. En daar winnen we dan van. Met 2-0. Maar de hele wedstrijd, er waren toch hele momenten in die wedstrijd. Dan was het toch ongelooflijk saai. Ik dacht bij mij, waar zit ik dan naar te kijken, alsjeblieft. Die Depay, zo verschrikkelijk uit vorm. Onder Koeman was die jongen nooit zo uit vorm geraakt, geloof me nou. En dan zegt die Koeman, want daar valt dus nu iedereen overheen. Nou zegt die Koeman, die heeft dus nu dan commentaar gegeven op het Nederlands elftal. Hé, mag hij? Ja, natuurlijk mag hij dat. En wat heeft hij gezegd? Hij heeft alleen maar gezegd, ja, ik heb me verbaasd over de positiviteit. Ja, dat verbaasde hem. Nou, dat verbaasde mij ook. En dus wat dat betreft zitten wij op één lijn. En weet je wie het ook verbaasde? Maxima! Ja! Dus Maxima, Koeman en ik zitten allemaal, wij zitten op één lijn. Gelukkig maar. En Koeman heeft ook nog gezegd, ja, ik heb die andere landen gezien, bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland. En dat is toch wel een paar niveautjes hoger. En meer heeft hij niet gezegd. Maar daarmee is het duidelijk hoe het zit, beste vrienden. Want als Nederland, zoals spelend tegen Oostenrijk, straks moet tegen Italië, tegen Duitsland, tegen Frankrijk en noem het op, en België, dan zijn we gewoon kansloos. Zo is het. En dat wil Koeman alleen maar even zeggen. Nou, hij heeft heel groot gelijk. En dan staat er in de krant, ja, misschien heeft Koeman wel spijt dat hij het Nederlands elftal heeft verlaten. Nou, als er één ding is waar hij geen spijt van heeft, dan is dat het wel. Want er is niemand gelukkiger in Barcelona dan Ronald Koeman.